prima. Ja, dank u wel. Voorzitter, zoals mijn fractievoorzitter ook al zei bij de algemene politieke beschouwingen, de politiek schuift grote uitdagingen voor zich uit. Dat is niet verstandig, want als je een probleem maar lang genoeg vooruit schuift, wordt het vanzelf een crisis. Te weinig woningen, opwarming van de aarde, stikstof, maar ook meer banen dan werkzoekenden. We zagen het allemaal aankomen. Daarom zal ik in deze bijdrage het kabinet en onszelf uitdagen om niet te wachten en een aantal zaken concreet op te pakken. De steunmaatregelen in de coronacrisis hebben de begroting van de SZW voor een groot deel gekenmerkt. Dankzij die steun konden mensen hun baan behouden. Het ministerie nam daarin een slagvaardige houding. We moeten verder kijken dan vandaag en vooruitkijken naar morgen. Daarom wil ik die slagkracht op meer dossiers zien. Ik noem er straks een paar. Deze tijd met een oorlog in Oekraïne en torenhoge energieprijs is buitengewoon. Het kabinet komt daarom met een ongekend pakket aan maatregelen. Het investeert meer dan 23 miljard euro om de koopkracht van mensen te beschermen. Het minimumloon, dat voor het eerst sinds invoering in 1969 flink wordt verhoogd en stijgt met meer dan 10%. De verhoging van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de uitwonende beurs en de AOW. Er komt een prijsplafond, het MKB wordt geholpen. Voorzitter, de arbeidsmarkt staat zo onder druk dat onze maatschappij begint vast te lopen. Er zijn voorbeelden te over. In deze energiecrisis worden maatregelen om je huis te isoleren nog belangrijker. Maar er zijn te weinig monteurs en installateurs beschikbaar. Een reis met de trein is duurzamer, maar de NS kampt met te weinig personeel waardoor treinen uitvallen. En de tekorten in de zorg betekenen dat de wachtlijsten verder toenemen, terwijl al mensen moeten wachten op uitgestelde zorg als gevolg van de coronacrisis. Daarom is er geen tijd te verliezen. De arbeidsmarkt moet veranderen. Wij moeten een arbeidsmarkt inrichten die werkt voor iedereen, nu en in de toekomst. D66 vindt dat we niet kieskeurig moeten zijn en daarbij op verschillende borden schaken. Kansen creëren door een meerurenbonus in te voeren. Het benutten van alle mensen die willen werken. Een leven lang ontwikkelen. En tegelijkertijd de hervorming van de arbeidsmarkt. We kijken met belangstelling uit naar de hervormingsvoorstellen. Voorzitter, binnen Europa zijn we kampioen deeltijdwerken. Het is heel normaal om parttime te werken. Vanwege persoonlijke overwegingen, mantelzorg, of omdat meer uren werken simpelweg te weinig loont. Te vaak komt het ook door een traditionele verdeling van zorgtaken tussen partners. Het is al vaker besproken. D66 vindt dat hier slagvaardiger moet worden gehandeld. Hoe staat het bijvoorbeeld met flexibele arbeidstijden, zodat ouders hun kinderen makkelijker kunnen ophalen en wegbrengen? Hoe staat het met de mogelijkheid tot langere werkdagen, zodat werknemers, als ze dat willen, minder dagen hoeven te werken? Soms wordt deeltijdwerken zelfs actief aangemoedigd. In deze tijden van personeelstekorten verbaast mij dat. En uit recent onderzoek blijkt zelfs dat medewerkers die meer uren willen werken, niet meer uren krijgen. Het gaat om 1 op de 5 medewerkers. Ik vind dat zeer positief nieuws, want daarmee kunnen arbeidstekorten behoorlijk afnemen. En toch lukt het niet. We moeten af van ingesleten patronen en vastgeroeste denkbeelden. We leven niet meer in de vorige eeuw. Herkent de minister het beeld dat er werknemers zijn die meer willen werken, maar geen ruimte van de werkgever krijgen? Welke mogelijkheden ziet zij om werkgevers te overtuigen om hen meer uren aan te bieden? Is de minister het eens dat afspraken waarin oudere werknemers met behoud van salaris minder uren hoeven te werken, zogenaamde generatiepacten, niet meer passend zijn in kraptesectoren? De minister start een maatschappelijke dialoog op over de deeltijdcultuur. En dat juich ik van harte toe, al ben ik ook ongeduldig. Daarom kom ik met een puntenplan deeltijdcultuur. Daarin geef ik aan wat ik belangrijk vind, namelijk dat mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen om zorgtaken eerlijk te verdelen. Dat vrouwen financieel onafhankelijk worden, dat werkplezier toeneemt en dat mensen best meer uren willen werken. Het doel is niet om kampioen voltijdwerker te worden. Wel dat we kampioen deeltijdwerk blijven, bijvoorbeeld met een opstelling 4-4-3. Voorzitter, vandaag werd onze motie aangenomen om ervoor te zorgen dat er structurele financiering komt voor het programma Meedoen vanaf dag 1. Dat zorgt voor taalles en meedoenbalies in asielzoekerscentra.
Totdat die financiering er is, willen we dat de activiteiten doorgang vinden. Daarom dienen we samen met de ChristenUnie een amendement in. En natuurlijk roepen we de minister op om echt te zorgen dat er bij de voorjaarsnota een voorstel ligt. Voorzitter, nog te veel mensen staan langs de kant. Mensen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld. Mijn collega De Korte begon er ook al over. Terwijl deze mensen juist heel veel kunnen. Heel graag willen en hard, enorm hard nodig zijn. Dan is er natuurlijk de banenafspraak en het banenquotum. Maar wat doen we als bedrijven dat quotum niet halen? De quotumheffing is namelijk vooralsnog opgeschort tot de nieuw in te voeren quotumheffingregeling in werking treedt. Wanneer komt die er? Vraag ik aan de minister. Op dit moment heeft net iets meer dan 10% van de bedrijven iemand in dienst met een arbeidsbeperking. In landen om ons heen is dat veel meer. Spreken we de ambitie uit om meer te doen? Dank u wel. Interruptie van de heer De Kort, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en als het gaat over mensen met een beperking en deelname aan de arbeidsmarkt, ja, dan kunt u ook een interruptie van mij verwachten. En ik hoor mevrouw Van Beukering zeggen dat vraagt zich eigenlijk af van wat moeten we doen als de werkgevers achterlopen. Maar het is juist veel vaker geweest in die banenafspraak dat juist de overheid achterliep. Ik ben van mening dat de overheid moet eigenlijk nog meer het goede voorbeeld geven. Dus wat vindt u dan dat de overheid moet doen wanneer zij achterloopt met die banenafspraak? Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, ik ben heel blij met de vraag van de heer De Kort, omdat wij volgens mij hetzelfde nastreven. Wij willen zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het kan komen omdat ze een arbeidsbeperking hebben of omdat ze een gewone andere beperking hebben, dat we willen zorgen dat die aan het werk geholpen worden. En ik ben het ook. Ik heb ook gehoord dat de banenafspraak wel door werkgevers wordt nagekomen, maar dat de overheid heel erg achterblijft. Dus waar wij met z'n tweeën, als beide partijen ervoor kunnen gaan zorgen dat de overheid ook meer zijn afspraken naar gaat komen, sta ik daar zeker voor open. Ik had het hier over twee dingen. Ik had het over de banenafspraak en ik had het over het quotum. En er zijn mooie voorbeelden. Er is al eerder over gesproken in deze Kamer om te kijken of je wat zou kunnen doen aan dat quotum. En daarbij zou je partijen, en dat kan dan ook de overheid zijn, misschien kunnen belonen als zij genoeg mensen in dienst nemen. Volgt de betoog. Dank u wel, voorzitter. Een andere groep die nu nog te vaak niet volwaardig mee mag doen zijn arbeidsmigranten. We hebben die mensen nodig, maar moeten ook goed voor ze zorgen. Daarom is het belangrijk dat de mensen die hier komen werken weten wat hun rechten zijn. Zo hangen ze in Manchester bijvoorbeeld posters op in wc's van plekken waar arbeidsmigranten te vinden zijn met simpele en begrijpelijke informatie, zoals waar ze juridische bijstand kunnen krijgen. Hoe kijkt de minister naar een dergelijke campagne in Nederland? Voorzitter. Ruim 30 jaar geleden wandelde ik dit gebouw binnen voor mijn allereerste echte baan. Toen als secretaresse op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de middelbare school wilde ik op eigen benen staan en financieel onafhankelijk zijn. Ik koos voor een korte opleiding. Misschien zou ik met de kennis van nu een andere keuze maken. Toen niet. Ik heb heel veel ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Veel geleerd en mezelf steeds verder mogen ontwikkelen. Daarom vind ik een leven lang ontwikkelen nodig. De minister heeft ons gisteren nog de brief gestuurd over het stapbudget. En als ik die lees, dan word ik enthousiast. Ik lees dat de minister werk maakt van het toelaten van kleine opleiders. Ervoor zal zorgen dat er geen loesje ondernemers meer vage cursussen kunnen aanbieden. En onderzoekt hoe we juist in krapte sectoren het stapbudget kunnen aanbieden. Naar vragen van D66, maar ook naar vragen van de SP. En ik ben ook wel blij dat het meldpunt ook vergelijkbare onderwerpen heeft meegegeven die ook al in de brief terugkomen. Maar wat ik nog niet lees zijn plannen voor het publiek onderwijs. Mijn collega vroeg hier ook al aandacht voor tijdens de OCW-begroting. Waarom staan de ROC's bijvoorbeeld nog langs de kant bij het stapbudget? Voorzitter, ik heb dan de mazzel dat ik mijn hele leven geen fysiek zwaar werk heb verricht. Daarom verwacht ik die pensioenleeftijd wel gezond te kunnen halen. Maar maak ik me zorgen over zij die dat misschien niet goed kunnen halen. Zo was ik bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, het kloppend hart van onze economie. En daar stonden we, in de werkplaats, een pijptank te tillen. Ik hield dat niet heel lang vol en ik durf hier toch ook wel te verklappen dat het ook gold voor de heren Kuzu en Smals. En dat het voor hun ook wel een uitdaging was om die tang nog wat langer vast te houden. Iemand die de AOW-leeftijd bijna bereikt, gaat het vaak ook niet meer lukken om dat zware werk te doen. Kunnen en moeten we van mensen met zware beroepen vragen om nog een paar jaar door te werken? Gelukkig hoeft dat niet met de juiste begeleiding. Daarom is in 2021 de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gestart. Daarmee kunnen mensen die zwaar werk hebben, maar dat niet tot de pensioenleeftijd kunnen blijven doen, onder andere eerder stoppen met werken.
Klinkt goed, maar volgens D66 kan het beter. Want is het geen zwaktebod? Deze mensen zitten de rest van hun pensioen namelijk nog steeds met rugklachten als we niet opletten. D66 wil deze mensen niet in steek laten. Er moet een radicale omslag komen van een focus op vervroegd uittreden naar een focus op een leven lang ontwikkelen. Dat betekent minimaal de helft van de middelen uit de maatwerkregeling moet naar een leven lang ontwikkeling gaan. Is de minister dat met D66 eens? Daarbij is er ook meer begeleiding nodig. D66 stelt voor dat er tijdig een gesprek wordt gevoerd met een HR-professional of arbeidscoach. Een soort loopbaan-APK. Niet afwachten tot het lichaam begint te protesteren, maar tijdig samen nadenken wat er nodig is om fit de pensioenleeftijd te halen. Hoe zorgt de minister ervoor dat bedrijven ook daadwerkelijk gaan investeren in het verlichten van zwaar werk? Maar voorzitter, er is ook een leven na de AOW-leeftijd. De een gaat genieten van het welverdiende pensioen, de ander wil misschien graag nog een beetje aan de slag blijven. Mensen zoals uw moeder, zeg ik tegen de minister, die benoemd werd in de brief. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld in de brief van de minister. En ik kijk dan ook uit naar de informatiecampagne. Wel vraag ik of die campagne puur gericht is op senioren of ook op de werkgevers. Daarnaast maak ik me nog wel zorgen om het automatisch leeftijdsontslag dat in veel cao's staat. Hoe denkt de minister daarover? En is de minister bereid om daarover in gesprek te gaan met de sociale partners? Ook de inzet van deeltijdpensioenen kan een grote rol spelen. Is de minister bereid om te onderzoeken hoe deeltijdpensioen mogelijk wordt gemaakt in cao's en hoe het een belangrijke rol kan spelen in toekomstige cao's als er geen afspraken over vervroegde uittreding meer mogelijk zijn? Deelt de minister de mening dat in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt een deeltijd RVU wenselijk kan zijn? Voorzitter, vorige week waren mijn collega's Pot en Bouke op bezoek bij de Beroepentuin hier in Den Haag. Daar worden jongeren, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid om te werken in de energietransitie. Bijvoorbeeld als monteur voor zonnepanelen of laadpalen. Na een korte opleiding kunnen zij direct aan de slag. Op verschillende plekken komen deze initiatieven van de grond. En wat D66 betreft doen we dit door heel het land. Wat zijn nu eigenlijk belemmeringen, zowel financieel als in onderlinge samenwerking, om veel meer mensen op te leiden voor de energietransitie? Is de minister bereid om eventuele belemmeringen weg te nemen en deze initiatieven te ondersteunen en breder uit te rollen? Op dit moment, voorzitter, bedreigen personeelstekorten de kans op een gelijke start, omdat er te weinig plekken dreigen te zijn op de kinderopvang. Gelukkig ligt de oplossing voor het oprapen, want de minister heeft een kom-in-actieplan ontvangen van mijn collega Salen met stappen die nu gezet kunnen worden. Een van de grootste punten in het plan is om medewerkers van de dagopvang ook op de buitenschoolse opvang te laten werken onder begeleiding van een gediplomeerd medewerker. De minister moet hier nu snel mee aan de gang gaan en niet alleen zorgen voor een stelsel met bijna gratis kinderopvang in 2025 door duidelijke beleidskeuzes te maken, maar ook de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. Want iedere pedagogisch medewerker zorgt er gemiddeld voor dat ze 7 ouders aan het werk kunnen of meer uren kunnen werken. Ik werd al eerder aan gerefereerd. Wanneer gaat de minister de maatregelen uit het kom-en-actieplan uitvoeren, zodat de personeelstekorten in Nederland afnemen omdat ouders aan het werk kunnen terwijl een kind zich kan ontwikkelen op de kinderopvang? En als er sprake is van een deeltijdklem in de kinderopvang, welke acties kan de minister dan nemen om hiervan af te komen? Voorzitter, een situatie die we met elkaar willen voorkomen is dat de kinderopvang niet voor iedereen toegankelijk is omdat de prijzen te hoog worden. Een oorzaak is volgens D66 schijnzelfstandigheid. Een zelfstandig is een ondernemer die onderneemt. Niet iemand die weinig keuzes kan maken als ondernemer en eigenlijk het werk van een werknemer doet. Daarom was ik blij toen de minister aangaf te gaan inventariseren hoeveel mensen in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs niet in loondienst werken terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. De minister heeft ook toegezegd om te kijken naar wat we daar nu al aan kunnen doen. Maar dringende actie is nodig. Zeker op de kinderopvang is snelle opheffing van het zogeheten handhavingsmoratorium van groot belang. Wanneer wordt schijnzelfstandigheid in de kinderopvang eindelijk aangepakt door op te handhaven en het moratorium op te heffen? Maar echte zelfstandigen moeten hier niet onder lijden. Zij moeten de vrijheid krijgen om hun werk te doen zoals ze dat willen. Voor sommigen geldt, flex is best wel flex. Juist hun ondernemerschap draagt bij aan de innovatieve kracht van Nederland en hun flexibiliteit zorgt ervoor dat bedrijven snel kunnen schakelen. Het een moet het ander dus niet uitsluiten. Daarom kijken we reikhalzend uit naar de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Borslap. Tot slot, voorzitter.
D66 wil verder kijken dan vandaag en vooruitkijken naar morgen. Als we terugkijken zien we dat de problemen van nu zijn ontstaan doordat de politiek niet eerder in actie kwam. Als je een probleem maar lang genoeg voor je uitschuift, wordt het vanzelf een crisis. Denk aan het stikstofdossier, de problemen op de woningmarkt en de energietransitie. Daarom willen we naar een politiek die niet alleen kijkt naar oplossingen voor bestaande problemen, maar ook zorgt dat we aanstormende crisis voorkomen. Dat betekent wel dat we moeilijke keuzes moeten maken om tikkende tijdbommen als vergrijzing, personeelstekorten en stijgende armoede op tijd aan te pakken. D66 maakt die keuzes voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt met vrijheid voor iedereen om zich te ontplooien. En als het even tegen zit, met een helpende hand die jou weer op weg helpt. Dank u wel, voorzitter.